Landgenoten, elk jaar op 9 augustus herdenken wij twee belangrijke dagen: namelijk de dag der Inheemsen en de Japanse immigratie. Mede namens de regering en de First Lady. Feliciteer ik de hele natie, in het bijzonder onze inheemse en Javaanse broeders en zusters, met deze bijzondere dag. Onlangs is de zeer gewaardeerde voorzitter van Fits, de heer Jubitana Theo, ons komen te ontvallen. Ik condoleer de familie en het bestuur van de Fits. Ik wens hen, maar ook u, veel kracht toe om dit smartelijk verlies te verwerken. Landgenoten, in 2007 heeft Suriname de VN-verklaring voor de rechten van inheemse volken mede goedgekeurd. De door de Verenigde Naties ingestelde Internationale Dag der Inheemsen is voor alle inheemse volkeren ter wereld een belangrijke erkenning van hun bestaan. In de afgelopen decennia is de wereld aanzienlijk gevorderd in het opkomen voor de rechten van inheemse volkeren. Maar er moet meer gedaan worden voor de inheemsen. De inheemsen willen als eerste bewoners van ons land ook ontwikkeling en verbetering op basis van nationale en internationale erkende rechten. Als president wil ik samen met de regering en het parlement de inheemse gemeenschap in staat stellen de gezondheid te gedijen en het welzijn te waarborgen. Laten we ernaar streven dat de economische, sociale en culturele rechten van inheemse volkeren worden vervuld, als ook de rechten die essentieel zijn voor de fundamentele waardigheid. Laten we ervoor zorgen dat onze inheemse broeders en zusters niet achterblijven, met het nastreven van duurzame ontwikkelingsdoelen. Inheemsen hebben eeuwenoude wijsheid om in harmonie te leven met de natuur. Ze zijn één met de natuur en ze hebben vrede met de natuur. De inheemsen zijn de bewakers van ons tropisch regenwoud. Het gaat om diepe culturele, spirituele en historische relaties met de natuur. Landgenoten, het vraagstuk geniet prioriteit bij onze regering. De regering blijft primair verantwoordelijk voor de bescherming van de grondrechten van de inheemse volkeren. Het toekennen van grondrechten aan onze inheemsen is er is jaren een actueel onderwerp. Om te komen tot een effectieve uitvoering van de grondrechten... Heeft de regering vorig jaar een presidentiële commissie grondrechten geïnstalleerd om regelgeving te finaliseren met betrekking tot het grondrechtenvraagstuk? Het grondrechtenvraagstuk is een zeer complexe materie die met de nodige zorgvuldigheid voorbereid moet worden, naar tevredenheid van alle partijen. En met trots kan ik vandaag zeggen dat de presidentiële commissie grondrechten de wet collectieve rechten inheemse en tribale volken gefinaliseerd heeft. Deze wet is goedgekeurd in de Raad van Ministers en is op 15 juni 2021 aangeboden aan de Nationale Assemblée. Die verder in dialoog zal treden met alle relevante organisaties en groepen, ook de inheemse om de wet behandel klaar te maken. Hebt u vertrouwen en hoop in deze regering? We zullen altijd in dialoog treden met de Inheemsen om tot een adequate oplossing te komen van het gronde vraagstuk. Landgenoten, naast de dag der Inheemsen herdenken we vandaag ook 131 jaar Japanse immigratie. De komst van de Javanen in Suriname had een economisch motief, namelijk de plantage-economie nieuw leven in te blazen. De eerste Javaanse immigranten zetten op 9 augustus 1890 voet op Surinaamse bodem en brachten een rijke cultuur mee, zoals zang, dans, muziek en andere traditionele gebruiken. De Javanen zijn zeer bekend. Om hun cultureel erfgoed, voornamelijk het culinaire, het culinaire erfgoed en de Kepang. De culturele rijkdommen, normen en waarden, hard werken en saamhorigheid zijn enkele ingrediënten die de voorouders voor ons hebben achtergelaten. Landgenoten, de Japanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost. En hebben voor hun nazaten de kiem gelegd opdat zij zich sociaal en maatschappelijk zouden kunnen verheffen. Zij waren economisch achtergesteld, maar dankzij hun inzet en offers konden zij zich opwerken op de maatschappelijke ladder. Gedurende 131 jaar leverden de Javanen een grote bijdrage aan de opbouw van ons land. Ze zijn een niet te verwaarlozen deel van de Surinaamse samenleving. Landgenoten, lobe bratanasi De Surinamers van Japanse afkomst zijn door hun lotsverbondenheid met Suriname een onlosmakelijk deel van het proces van onze natievorming. Het is van belang dat het gevoel van verbondenheid leeft tussen de bevolkingsgroepen. Immers we vormen als Nazi een grote gemeenschap. Onze Javaanse broeders en zusters leveren grote bijdrage aan de vorming van de Surinaamse multiculturele samenleving. De rol van de Japanen in het politiek landschap is een belangrijke factor vanwege hun goede maatschappelijke posities in het economische en het culturele leven van ons land. Landgenoten. We leven in een tijd waarin veel normen en waarden verloren dreigen te gaan. te midden van de hedendaagse invloeden. En als president doe ik een beroep op de gemeenschap. er alles aan te doen om de culturele rijkdommen niet verloren te laten gaan. We moeten die behouden voor ons nageslacht, landgenoten. Het coronavirus. Vormt nog steeds een gevaar voor onze gezondheid. En het is bewezen dat de opkomende Delta-variant veel besmettelijker en gevaarlijker is dan de klassieke variant. Vooral onze kinderen zijn niet veilig voor de Delta-variant en daarom doe ik wederom een dringend beroep op u: laat u zich vaccineren. De vaccins zijn veilig, effectief en gratis. Dus no draai draai, de caspoiti. Nu heb je ook de keus uit verschillende vaccins. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we naar het nieuwe normaal kunnen gaan. En hoe sneller wij ons weer bezig kunnen houden met onze culturele rijkdommen en kunnen we de verbinding weer met elkaar opzoeken door het houden van evenementen. Mede namens de regering. En de First Lady wens ik de totale gemeenschap, in het bijzonder onze inheemse en Japanse broeders en zusters, een prettige en bezinningsvolle dag toe. Stay healthy and safe. God bless you all.